In de noodopvang in de Nijmeegse Jan Massinkhal verblijven nu honderden Oekraïense vluchtelingen. Die hebben weinig bij zich en Nijmegenaren willen best helpen met goede tweedehands spullen. De inzameling daarvan gebeurt bij kringloopwinkel Het Goed. Wij zijn benaderd door de gemeente Nijmegen. We wilden zelf natuurlijk graag ook wat betekenen voor de inzameling. En zo is er een social media post uitgegaan dat inwoners van Nijmegen spulletjes bij Het Goed konden brengen. In de Jan Massinkhal worden natuurlijk de mensen opgevangen en die hebben heel veel spullen nodig. Toen is er aan de inwoners van Nijmegen gevraagd om spullen te brengen. Maar dat kon niet op de opvanglocatie in de Jan Massinkhal. Dus vandaar dat het hier allemaal gebracht kan worden. Heel veel mensen komen spullen brengen. Het loopt, zoals dat je kan zien, heel goed. Dus er wordt echt gehoor gegeven aan de oproep. Via social media wordt echt gericht gevraagd wat dat er nodig is. En de inwoners van Nijmegen kunnen dat hier brengen. Ja, er zijn heel veel moeders met kleine kinderen. Dus er was echt heel veel behoefte aan kinderspeelgoed, kinderspul, kinderwagens, kinderstoelen. En dat wordt, zoals dat je ziet, goed gebracht. Kinderen die hechten emotionele waarde aan speelgoed en knuffels. En dat is ook voor hun verwerking beter. Dus het is fijn als ze wat hebben voor hunzelf. De kringloopwinkel verdient zelf niets aan deze actie. Dit gaat helemaal vrijwillig. Wij willen heel graag samenwerken en kijken wat wij kunnen betekenen voor onze medemens. Onze missie is ook werk maken door hergebruik. Nou ja, dit is natuurlijk ook het ultieme hergebruik. Mensen weer blij maken met spullen. Aan sommige spullen is extra veel behoefte. Er moet wel echt gericht gebracht worden, dus waar er echt vraag naar is. En dat is voornamelijk kleding en speelgoed. Maar op social media kun je lezen wat dat er gebracht kan worden.